Gisteren in Lang Leven de Liefde. Jamie en Xavier zitten er lekker in. Hetgeen wat ik leuk aan je vind is dat je zo lief bent, zo schattig bent. Dus voor mij is het in ieder geval een ja op de verlenging. Ik wil nog 24 uur proberen. Ik krijg bijna een hart aan. Oh. Jamie begint er zelf spontaan van te zingen. All I want is and all I need is to find somebody. Co en Suzanne begonnen goed. Ja. Tot Co begint te appen met zijn beste vriendin. Is dat dan ook een ex van jou? Boosje? Nee, ik heb haar zelfs nog nooit gezoend. Wordt een geluk verpest door gebrek aan vertrouwen? Ik ben gewoon verbaasd. Wil je de dingen een kans geven en wil je ervoor gaan? Of wil je van alles nog ernaast en wil je alles nog aan? En... Maar mijn vrienden zijn mijn vrienden. Find some way around it. Want mijn vrienden laat ik niet stikken. Ik ga ze vannacht op de bank slapen. De kappen er gewoon mee. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Zo hard ben. Maar ik bedoel, kijk, het is gewoon too much. Ik kan je wel stellen dat je gewoon te hard bent. Nee, maar... Dat verdien ik niet. Nee, dat verdien je zeker niet. Maar die moet het ook los kunnen laten. En ja... Ja, dat kan ik wel. Maar ik bedoel, ik heb dan meer van jou nodig, op de een of andere manier. Dat je werkelijk... Dat ik kan zien dat je ook echt voor mij gaat, in die zin. Oké. Maar weet je wat ik nodig heb voor jou? Dat is vertrouwen. Ja, maar... Weet je, kijk, ik denk na over wat ik jou kan geven... maar probeer zelf ook eens na te denken over wat je mij kan geven. Want dat is iets wat alle vrouwen... Ik ben single waarschijnlijk, omdat vrouwen alleen maar denken aan van wat zij willen... maar nooit van wat kan ik voor een man doen of wat zou een man willen... of hoe zou ik een man gelukkig maken, weet je wel? Ik doe mijn best. Ik kan een man heel erg gelukkig maken, echt, 100%. Natuurlijk, maar je hebt zoveel kritiek op mij. Het punt is van, ik heb heel veel punten van kritiek op jou, maar... Ik wil jou niet veranderen, snap je? Ik accepteer dat aan jou. Ik accepteer hoe jij bent. En dat is het grote verschil tussen ons. Ik zou ook dingen anders willen zien aan jou. Nou, wat dan? Dat zeg ik niet, want ik accepteer jou gewoon, weet je wel? Dat is makkelijk. Nee. Ik heb niks op wat ik van jou kan zeggen. Van dat zou ik anders willen of zo. Nou ja, dit dan. Met ja, zo'n vrouwending. Ik weet 99% zeker dat als wij ooit vrijen, dat het gewoon fijn zal zijn, weet je wel. Ja, maar het is geen 100%. Ik weet niks zeker. Maar daar gaat het niet om. Weet je, maar dat is het ding. Van, gaat het daarom? En dan denk ik, nee. Nou ja, ik bedoel, het is onderdeel van een relatie. Je gaat niet met iemand die niet, weet je wel. En ik kan ook heel erg tegenvallen op dat vlak. Shit, hier staat tegen nog op de dingen. Ik krijg mega honger nog. Sorry. Nee. Ja, het spijt mij ook. Ik bedoel, ja, echt. Ik ben gewoon bang om in de maling genomen te worden. Ik ook. En dat is gewoon een angst. Maar ja, weet je, jij bent jij. En dat heb ik ook gewoon te accepteren. Ik ben echt verbijsterd dat je er iets goeds over kan zeggen. Want ik verwijt mezelf wel echt heel veel. Maar het spijt me ook echt, ja, weet je. Oh, kom eens hier.
Nou, dat scheelde niks. En een stevige goedmaakknuffel is in ieder geval iets. Bij de buren zijn ze nog lang niet zo ver, maar het gaat heel langzaam de goede kant op. Nou, goed nacht. Nou, wat rust alvast. Alvast? Ik heb nog steeds zoiets van, ik weet niet precies hoe ik moet liggen. Met je arm om me heen. Arm om je heen? Ja. Nee. Waarom niet? Ik heb toch ook een knuffeltje nodig? Oké. Ik heb toch al heel veel de neiging om ja, zeg maar, te gaan strelen naar mijn hand. Ik denk dat het toch wel moeilijk slapen wordt, zo. Ja. Good night. Dus je het goed vindt, dan kom je ook slapen. Echt? Ja. Waarom dan? Ja, weet je wel. We zien allebei tegenop, maar het is gewoon minder moeite. Anders moet ik heel dat bed gaan dekken en zo, weet je wel. Het is gewoon praktisch. Verder niks. Nee? Nee. Wat doen we dan mee, ja? Zo, ja, als ik mijn kussen raak, ben ik weg. Nou, oké. Vanmiddag hebben we ook een napje gedaan en dat ging ook eigenlijk wel goed. Dankjewel. Maar verder gebeurt er niks. Nee, maar hoef je niet te zeggen tegen mij. Zie ik eruit alsof ik tot iets in staat ben? Weet ik het. Hey, luister, dit is veel. Ik denk dat ik gewoon je ruimte moet geven. Ik vind het helemaal niet erg om boven te slapen. Doe maar wat je wil. Ik heb wel iets met mijn plekje boven, weet je dat? Ja, dat is goed. Ik vind je wel lief, hoor. Dankjewel. Dag, schatje. Tot rusten. Doei. Ik weet dat ik morgen weg ga. Bij een nieuw vriendje naar de wc gaan is altijd een beetje awkward. Maar gelukkig voor Jamie gaat Xavier daar heel subtiel mee om. Ik douche dan al? Nee, ik douche niet elke ochtend. Dat doe ik niet. Ja. Ik ben meer van alleen douchen wanneer het nodig is voor mijn haar wassen. Ja. En ik ben altijd een ochtend van eigenlijk washandjes gebruiken om het wel schoon te maken. Dat kan ook. Voor Co is dit de dag van de waarheid. Hij heeft vlak voor het slapen gaan besloten om vandaag te vertrekken. Maar goed, we weten inmiddels dat standvastigheid niet zo zijn ding is. Voorlopig is het vooral Suzanne die haar kleding koffer klaarmaakt. Al zegt dat helemaal niks natuurlijk, want ook haar gevoel gaat alle kanten op. Wat dat betreft passen deze twee juist enorm goed bij elkaar. Zo. Heb je beter geslapen dan gisteren? Nee. Maar ja, ik weet ook wel waar dat door komt. Waar komt het dan door? Ja, nou weet je, ik denk dat ik naar huis ga. Om even met de deur in huis te vallen. En kan ik even met je praten of blijf ik je doorlezen? Ik luister naar je, ja, tuurlijk. Dan zou ik heel fijn vinden als je je boek weg zou leggen. Ja. Zou ik wel iets respectvoller vinden. Ik ga even koffie pakken, ja? Doe maar, dan wacht ik even. Kijk, als ik jou was, dan zou ik soms kunnen zeggen van, nou, ik heb even geen behoefte om te praten. Weet je, zoals gisteren, dat kan ik ook zeggen. Dus even rustig, ik ga even koffie maken, ja? Ja, zeker. Ik moet eigenlijk iets zeggen.
Ik weet niet of je het gezien, maar ik had een beetje geld, dus sorry daarvoor. Nee, dat had ik niet gezien. Er is iets waar ik over wil hebben, maar ik vind het lastig om het te zeggen. Nou, ging ik weer huilen. Het is een beetje gek, maar meestal als ik een relatie heb, dan zie ik altijd de man boven de vrouw. Dus het klinkt een beetje gek. Het is een beetje zoals vroeger, weet je wel. De vrouw is de huisvrouw en zo. Het gevoel dat de man boven staat en niet dat er twee gelijkheden zijn, zou ik maar zeggen. Ja. Dus het klinkt misschien gek, maar zo sta ik ervoor. En daarom heb ik soms het gevoel dat wij een beetje gelijk zijn. Omdat ik het gevoel heb dat jij net als mij bent. Maar soms vind ik dat normaal wel van zichzelf mag laten horen en zo. Ja. Dus dat had ik nog. Ik probeer altijd echt vaak te veel rekening te houden met de mensen om me heen. Dat doe je goed, maar te goed. Ja, te goed, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Want dan weet ik ook niet hoe je echt bent, in principe misschien. Ja. Ja. Ik wil sowieso een lijstje maken voor ons allebei. Dat jij 5 punten van mij opschrijft wat je leuk of 5 dingen opschrijft wat je minder leuk vindt. En dan doe ik dat ook. Heb je zin om zo'n lijstje te maken? Ja, laten we daarmee beginnen. Hi. Hi. Weet je, het was gisteren heel heftig. Ja. Voor mij en ik denk ook voor jou. En ik heb hier een hele mooie kant van mezelf laten zien. Ja. En die heb je niet opgepakt, aangepakt. En ik denk dat je beter kan stoppen met praten voordat je het alleen maar erger maakt. Wacht even. Kijk, ik vind je echt een hele grillige man. Je gaat van de ene kant pat naar de andere kant. Ik zie de hele tijd een flipperkast voor me als ik jou zie. In alles, de afgelopen 2 dagen. Okay. Ik merk dat ik mezelf heel erg goed moet houden om jou aan te kunnen in jouw grilligheid. Ik dacht van laten we nou in ieder geval deze dag proberen om niemand uit te nodigen. Oh, wacht even. Ik zit gewoon met spelen. Ik hou van met dingen pulken. Wat ben je nu aan het doen dan? Ik zit pulken. Nou, laten we het dan maar gewoon meteen stoppen, want je bent gewoon te heftig. Nee, maar ook kijk, dit. Het punt is ik vind het niet respectvol. Ik zit gewoon ergens... Ik pulk, dus weet je wel? Dus het is wel goed zo. Oké, maar ik bedoel dat niet zo... Ik hoor jou. Ik luister naar je. Nee, dat is... Oké, goed, ja. Ja, prima. Ik hoor Volgens je. Volgens mij wil je ook dat het stopt. Nou ja, het stopt. Nee, nu. Ik wil... Maar, dat is niet... Ja? Oké. Ik had graag nog even willen praten, maar... Waar heb jij last van? Wat is dit? Wat je doet allemaal? Is het een spel? Okay. Volgens mij speel je een spel hier. Nee, ik ga... Om te kijken van wat doe ik of niet. Oké, ik ga gewoon binnen lezen. Jij gaat je ding doen, ik ga mijn ding doen, ja? Zullen we dat afspreken? Ik wil heel graag nou, met je praten, even. Maar... Kijk, het punt is, als ik zenuwachtig ben of ik luister naar je of ben geconcentreerd, dan ga ik pulken. Dat is een ding van mij. Ja, maar als jij gewoon zo gaat zitten... Sorry hoor, en we zijn een belangrijk gesprek aan het voeren. Maar dat vind ik niet respectvol. Nee, dat kan me niet schelen, jongen. Okay. Ga maar weer. Oké. Weet je, ik zoek het uit. Ik heb Want je wilt niet eens iets normaal een kans geven. Je bent gewoon in een manier bezig die niet respectvol is. En dat is een grens. Sorry. En die ben je nu sorry. Overgegaan. Sorry. Ja. Sorry. Ja. Oké, is het goed genoeg? Ja. Sorry, het spijt me. Ik ben helemaal... Ga maar even rustig nadenken onderhand. En kom eens een keer met een goed antwoord. Nou, ik ben uitgepraat. Doei. Ja, wie begint? Weet je wat? Ik begin. Ja, je had die aandoening, hoe heet dat, psoriasis? Ja. Ja, dat is hetgene wat ik wil zeggen. Het is jammer dat je dat hebt. Ik weet niet wat ik moet zeggen erover. Oh, nou, het is niet dat het los zit of zo. Het is gewoon net als gewoon een stuk vel. Maar een positief punt. Ik vind het echt geweldig dat je zo'n
positieve uitstraling hebt. Of je de hele tijd als een ster uitstraalt, zeg maar. Oké. Ja. Als ik dan bedenk, ik heb hier net al een beetje op gehad, maar mag je eigen mening zeggen over alles? Dus, en het kan negatief uitpakken, maar als het iets is wat je dat echt vindt, dan moet, vind ik dat je het echt moet zeggen, want anders worden meestal dingen niet uitgepraat of zo. Ja. Ja, ik weet niet of je wel iets opkropt meestal, maar... Ja, er was één ding wat me dan was opgekomen, was... dat over dat je niet elke dag doucht, soms een washandje gebruikt. Dat vind ik een beetje raar, okay. Zeg maar. Oké, ja. En dan had ik nog bij de goede... Dat... Je hebt altijd wel iets te zeggen. Dat is wel altijd een leuk plaatje. Bla, bla. Ik heb nog maar één, maar ik kan beter. Dat is voor mij een puntje van je mag mannelijker uiten. Ik moet meer macho zijn. Ja. Snap hem nog niet helemaal. Ja. Heb je misschien een voorbeeld? Ik weet niet of je soms op een meisje lijkt, maar dat je misschien toch van die meidentrekjes hebt. Soms mag het wat mannelijker. Ik heb nog steeds het idee sowieso van ons beiden dat we bang zijn om die stappen te zetten, om echt meer met elkaar bezig te zijn. Ik vind het niet erg als je zelf af en toe zeg maar, ook een knuffel geeft of een beetje aan me zit of wat dan ook. Weet je, ik denk dat we elkaar gewoon nu een beetje moeten terugvinden. Ja. Als we dit allebei op de een of andere manier een kans willen geven. Ik heb zelf zoiets van, als ik naar mijn gevoel ga, dan denk ik, er is ergens iets wat ik wel wil uitzoeken. En ik weet niet waarom, want rationeel zeg ik, joh, zoek het lekker uit. Maar iets in mijn gevoel zegt, oké, kijk maar eens, kijk maar eens. Alles aan jou, ik zie wel iets waar ik mee kan werken. Absoluut. Werken? Nou ja, ik voel wel... Ik voel wel iets. Kijk, weet je, ik ben een man, weet je, wat voor dingen... Weet je wat mij motiveert, zeg maar? We hebben heel veel lopen ouwe hoeren. Mm-hmm. We kunnen praten tot we een ons wegen, weet je wel. Ja. Maar mensen hebben gewoon op alle fronten contact nodig. Kijk, hier ligt, kijk dit, hè. En met dit, weet je al, dit. Hier begint het, dit. Snap je? Als je iets wil fixen, hier begint het. Hier, zo'n man ben ik. Snap je? En doe ik fucking alles voor je. Dat is gewoon heel simpel. Zo is het. Weet je, dan kom ik tot rust. Alles komt goed. Weet je, als je mij wil, dan zijn dat soort dingen heel banaal. En ik ben ook heel snel. Ik ben veel sneller dan jij daarin. Ja. Ja, nee, maar ik ga hier niet met jou lopen seksen. Nee. No way. Gaat gewoon niet gebeuren. Ik ben bang dat als ik hier nog 24 of nog 48 uur zit... Dat is gewoon te lang. Dan is dat moment voorbij en dan gaat het ook nooit meer gebeuren. De date van Xavier en Jamie is bijna perfect. Maar het grote gevaar is het gebrek aan gevaar. Jamie zoekt een echte kerel die zijn vrouwtje achter het aanrecht zet... en duidelijk de baas is. Die onderdanigheid is precies wat Xavier zoekt in een vrouw. Als echte man moet hij er alleen nog even voor zorgen dat zij iets heeft om het vuur mee op te stoken. Succes. Dank u. Volgens mij komt er een stukje in mijn oog. Oké, dat is misschien niet zo handig. Ik sta ook hier echt met mijn sloffen. En ik doe voorzichtig. Hij zit er wel goed in vast. Hey. Dat was niet erg macho van mij. Aan macho gedrag heeft buurman Co dan weer geen gebrek. Hij staat zijn mannetje, is soms een tikkeltje dominant... en verovert zijn vrouwen graag tussen de lakens. Oftewel exact wat Suzanne niet zoekt. Zij wil een invoelende man waar ze vooral heel erg mee kan praten... delen, levelen en meer van dat soort dingen. En toch? Ondanks de heftigheid is er wel iets wat gewoon ergens een soort verliefd gevoel wel geeft. Misschien kunnen we kijken of die vlinders gewoon verder aangewakkerd kunnen worden. Maar ik heb die vlinders ook wel.
Maar kun je dat ook zeggen als je mij aankijkt dan? Of kan dat? Ja, maar... Of is dat... Ja, dat kan ook, maar... Soms kijk ik je niet aan, maar dan luister ik beter. Dat is... blikken kunnen afleiden van de boodschap. Kunnen we eigenlijk ons hart openen hier naar elkaar, of niet? Ik denk het wel. Ik denk het ook. Eigenlijk. Ik denk het wel. Ik vind het wel spannend. Ik ook. Ik heb mijn handen was, ja. Wat is gek, zeg ik, mijn ogen vrij met die kaashand. Maar wat denk jij? Kunnen we elkaar gelukkig maken? Ik vind het wel een uitdaging, want je bent net gestopt met roken. Uh-huh. En dat heeft zijn uitwerking. Ja. En daardoor zie ik, denk ik, niet helemaal alles zoals je bent. En dan moet ik mezelf overheen zetten. En dan toch iemand zien die voor mij wat te bieden heeft. Wat ik nodig heb en wat ik wil. Ja. Maar ik hoor heel veel van jou van... Kijk, iemand die het voor jou gaat. Maar begrijp je dat ik hetzelfde wil? Dat ik dat ook zoek? Mm-hmm. Dat ik ook zekerheid zoek? Mm-hmm. Ja. En laten we dan gewoon vandaag gebruiken om iets fijns te doen voor elkaar. In contact met elkaar, zeg maar. Kunnen we dat? Mm-hmm. Durf jij dat ook? Natuurlijk durf ik dat. Ik wil gewoon tegen je aanhangen op de bank. Of ja. Ik wil gewoon die olie in mijn haar. Dat was gewoon heel fijn. Ja. Xavier is geen geboren houthakker, maar let op, hij gooit het bijltje er niet bij neer. Nee, Jamie wilde mannelijk. Nou, dan krijgt ze mannelijk. Doelgericht, initiatiefrijk, krachtig. Xavier is het vanaf nu allemaal. Ik wil je ook beginnen te leren kennen op een wat intiemere manier, I guess. Oké. Wil ik even... Ik wist niet wat je wilde. Dat doe ik op zijn deur en toen... Oké. Nou ja... Dank je wel. Ja, nu heb ik het wel warm. Weet je wat voor mij was? Als ik jouw toekomstbeeld keek, dan zag ik niet iemand met jou. Nou, weet je wat ook is? Ik weet dat je goed Nederlands bent. Ja. Maar ik weet dat sommige mensen van mijn familie het meestal vervelend vinden als er een kleurling, zeg maar, bij komt. Dus ja. Daarom zat ik ook steeds een beetje dicht van mezelf. Omdat ik dat niet wilde kwetsen of zo. Ja, en ik snap het. Ja. Het is iets waar je, zeg maar, mee opgegroeid bent met het idee, met dat imago. Dus dat heb je eigenlijk nooit waarschijnlijk op een andere manier gezien. En nu heb je eindelijk die ervaring. En dan denk je van... Dus vandaar dat je zegt van misschien moet ik die verwachtingen loslaten. Tenminste, zo ga ik er een beetje van uit. Ja. Zoiets. Ja. Ruzie maken en het weer goed maken. Voor Co en Suzanne is het na amper 3 dagen al het standaard relatieritme. Dus als het aan Co ligt, zal hij Suzanne eens flink zijn excuses aanbieden. Maar de kans is groter dat het binnen 20 seconden weer fout gaat. Ja, dat is het fijn zo. Ja, dat is heel fijn dit. Dit hadden we nodig, weet je dat? Ja. Dit hadden we echt nodig. Gewoon even... Kijk, als je iets wil, dan... Ja... Als het zo makkelijk is om zo lang te wachten, dan denk ik van, nou, dat zal ik wel niet zo heel aantrekkelijk zijn voor je. Ja, maar dat is onrust, het gevoel, en dat is exact het ding, ja. Dat is echt van, ja, seriously. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ja, maar ik vind je echt wel aantrekkelijk, anders zal ik je niet. Ik jou ook wel. Maar vind gewoon, je dat? Ja. Misschien zeg ik het niet genoeg. Maar ik weet wel wat... Dat vind je wel echt leuk, hoor. Ja, natuurlijk. Al bij binnenkomst. Ik denk wel dat ik jou aan zou kijken als ik zing, want jij...
Weet je wat? Als ik seks met jou stukje aankijken. Maar heel vaak, doe ik dat niet bij vrouwen, want dat lijkt me af. Hey. Maar ben jij... Oh, sorry. Ik zeg, ben jij seks voor mijn nek? Gaan we niet doen. Nee, maar dat snap ik, dat respecteer ik. En als je dat niet en dat respecteert en daar maar de hele tijd op doorgaat, dan... Nee, maar ik begrijp het. Wat zie je dan wat je eigenlijk voor je hebt staan hier? Weet je dat wel? Weet je wat voor types ik altijd heb gehad? Types zoals jij. Types zoals ik, oké. Die alleen maar over seks gingen. Alleen maar. Oké, sorry. Daar gaat het niet meer over praten, ja? Ja, maar ik verdien ook anders. En ik verdien ook dat er rekening met mij wordt gehouden. Ja. Mij. Ja, maar dat heb ik wel nodig. Ja, want ik voel niet dat dat gebeurt. Mij. Probeer daar eens over na te denken. Ja, maar ik hoor jou dat ook doen. Met de sigaretten, met hoe erg je het allemaal hebt. Daar gaat het ook alleen maar om. Ja, maar ik vraag niet... Ja, Okay, dat is het toch ook alleen maar? Okay. Hoe eerlijk is dat naar mij toe? Ja. Baba. Xavier is hier niet gekomen voor een tijdelijk tussendoortje. Hij zoekt een partner. En hoe langer hij bij Jamie is, des te groter is zijn wens om samen met haar de 5 dagen vol te maken. Het enige wat hij mist is zijn hond Luna. Gelukkig had zijn vader Jeroen dit appartement nog in zijn navigatie staan. Ken je hem nog? En is hij ook wel benieuwd naar Jamie. Dus dit is een gevalletje, 2 vliegen in 1 klap. Zo. Hey, goeiemiddag. Hey. Hi. Luna. Kijk, ik heb zijn... Hey, mijn chic. Even gedag zeggen. Ja. Heb je hem? Ja, ik heb er. Hoi, ik ben Jeroen. Hoi. Ja, je mag geen... Nee. Ik wil het eigenlijk hand geven. Nee, maar ik ben zijn vader. ja, dat is mijn vader, Jeroen. Aangenaam. Zij is Jamie. Jullie hebben al elkaar voorgesteld. En dat is Luna. Hey, Luna. Kijk, dat is Amy. Amy, toch? Jamie, sorry. Bijna. Bijna goed, Jamie, oké. Ik heb eigenlijk wel dorst. Ja. Zeg maar, wat wil je drinken? Ja, wat cola is lekker. Ja, een glaasje cola. Ja. Dan ben ik zo terug. Ja. Zo, dus het is spannend, of niet? Ja. Dat geloof ik best wel. En al ergens een klein beetje een klik? Of... Ik heb een periode gehad dat ik er moeite mee had om gevoelens te krijgen. Maar het was wel omdat we zoveel raakvlakken hadden dat het toch wel begon te komen. Dus okay. Vandaag is het wel het meest, zou ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. Oh, wat leuk. Dankjewel. Ja, leuk man. Maar ik ga het weer vandoor. Ja. Leuke ontmoeting. Ja, wie weet. Hopelijk zie je weer nog eens vaker. Ja. Oké. Hey, veel plezier nog. Dank je. En tot gauw. Ja, goede reis. Denk ik. Dank je wel. Doei. Doei. Luna, blijf. Nee. Goed zo. Ik zou zeggen, geniet ervan. Komt helemaal voor elkaar, jongen. Denk het ook wel. Heel veel plezier. Dank je wel, ja? Pa. Succes verder. Dank je wel. Doei, pa. Doei. Misschien ben ik wel te snel geweest met deze beslissing. Maar ik heb hem wel genomen. Ja, ik heb besloten dat ik toch maar naar huis ga. Ja, dat is goed. Kijk, het is... Ben ik het ook mee eens. Ik ben wel blij dat ik je ontmoet heb. Ik heb heel veel geleerd van je. De dingen die je over mij zei, die zijn ook echt aangekomen. Die neem ik echt wel mee. En dat is, ja, daar ben ik voorlopig ook nog wel even zoet mee. Want dat was wel het een en ander. Ja. En ik vind het jammer dat je... Ik begrijp dat je zo wantrouwend bent. Want ik heb je beter leren kennen de afgelopen dagen. Kijk, zoals ik het heb ervaren, is het een beetje... Het is gewoon een rollercoaster geweest voor ons allebei. En nu toevallig heb jij hem net even misschien 1 minuut eerder genomen als ik. Maar ik stond ook al lang op het punt om eigenlijk gewoon de handdoek in de ring te gooien. Ja. Dus ik denk dat we hem bij deze ook gewoon eigenlijk allebei tegelijk hebben gemaakt. Maar ik laat het hierbij, want ik heb hier echt heel veel ingezet. En het is wel genoeg. Heel veel succes. Dank je wel. Ik geef je gewoon 3 zoenen. Dank je wel. Het begint nu echt serieus te worden tussen Xavier en Jamie. Het gevoel is zelfs zo sterk dat Xavier heeft besloten om zijn date voor te stellen aan zijn hond Luna.
Tot voor kort de enige grote liefde in zijn leven. Het voelt eigenlijk alsof we al getrouwd zijn als, eerlijk gezegd. Even samen met de hond uit. Ah, dit gevoel, dat wil iedere vrijgezel die zijn koffers pakt en afreist naar lang levende liefde. Sebastiaan zou er in ieder geval direct voor tekenen. Deze 35-jarige bandenmonteur uit Veenendaal wil na een jaartje als vrijgezel dolgraag weer een fijne vrouw in zijn leven. S'avonds kom je thuis van je werk en dan zit je hier weer op de bank of wat dan ook. En denk bij mij, ja, je mist nou wel een beetje iemand om ergens tegenaan te liggen of tegenaan te praten. Of ja, gewoon gezelschap mis je om je heen. Het begint wel saai te worden, zo zeg ik altijd, maar... Het is alleen moeilijk. Dat heeft denk ik ook te maken met mijn zoon Jason. Dat hij niet zo snel een nieuwe vlam neemt. En Jason moet ze wel accepteren, ja. Dat is wel een deel uit mijn leven. Als ze zegt van of Jason of ik, nou dan is het heel veel jij een wegwezen. Ze moest accepteren zoals ik ben. Zaterdag met mijn voetbalmaatjes, dat is echt mijn zaterdag. En dan hoef je niet te vragen dat ik om 6 uur thuis ben, van alles 7. Ik ben wel best wel kieskeurig qua vrouwen. Het moet in ieder geval geen make-up op zijn. Dat je bijvoorbeeld elkaar 3 kussen geeft, dat je elkaar aan de wang blijft plakken. Want dat vind ik echt smerig. Nou, je hebt mazzel, Sebastiaan. Je date Esmee is een natuurlijke schoonheid. Ze is 35 jaar, werkt op een tankstation en ze mist eigenlijk maar 1 ding. Ik zoek een lieve man, een zorgzame man. Spontaan. Dat vind ik ook echt belangrijk. Dat ik niet op een verjaardag kom dat hij dan in een hoekje zit en dat ik alleen maar weer aan het praten ben. En ja, sowieso natuurlijk die gek is op kinderen. En ja, met mijn dochter om ze weten te gaan. Ze zegt altijd tegen mij van mama, wanneer krijg ik weer een nieuwe vader? Ze zou het echt leuk vinden, want ze ziet ook wel dat het mij ook wel gelukkiger maakt natuurlijk. Mijn droomrelatie is denk ik samen oud worden en dan echt met 80 nog steeds handje lopen. Ja, gewoon uitstralen dat we echt verliefd zijn op elkaar. Dat vind ik echt leuk. Als ik thuis kom uit zijn werk, kusje, gezellig met de kinderen. Samen eenheid zijn. Dat vind ik belangrijk. Hi. Hi. Leuk. Leuk. Ja, leuk. Gelijk wel goed. Hoi. Sebastiaan. Esmee. Je gelijk al goed? Ja, nee. Je zit heel te denken, hoe zou je eruit zien? En... Ja, dat ben ik. En dan zie ik je en denk ik, nou, leuk. Ik heb een kaarsje gesneden en een leuk. Drankje klaargezet. Een klein presentje voor je erbij. Helemaal leuk. Helemaal leuk, zeg je. Ja, je mag weer aanraken. Ja, we mogen weer aanraken. Dat scheelt weer de helft. Leuk. Oh, nee, dat lief. Ben ik wel blij dat met de coronacrisis, dat we die test hebben gehad. En dat je zeker weet dat alles mag en kan. En ja. Dat is echt wel ideaal, hoor. Ja. Hé, hey, proost. Hou je van kamperen? Van kamperen? Ja. Ik ga graag naar een camping toe. Alleen, wij hebben best wel een luxe caravan. Oh. Maar dan slaap ik kan in een tentje slapen, ja. Oké, ja, goed. Heel goed. Tentje. Oké. Ik heb een tentje bij me. En je hebt over een aantal van kamperen? Nee, ik wil natuurlijk even kijken of jij handig bent. Handig ben. Gaan we rondkijken? Ja, we gaan even een rondje doen. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ziet er allemaal spannend en leuk uit. Welke nemen we eerst? Nou, deze kant op. Oh, dat is de grote slaapkamer. Ja. Zo, de wauw. Mooi. Mooi, hè? Ja. Ja. Als je zegt van ik wil nog niet samen slapen, ik kan nou van z'n zeggen, dan ga ik op de bank. Ach. Dus dan... Ben je zo hier? Ja, toch wel, denk ik. Ja, heel leuk. Nou ja, ik weet het niet. Ik ken je net. Ja. Nou, lekker, man. Ja. Kom, we gaan even testen hoe die ligt, ja? Welke kant slaap jij altijd? Ik ben alleen, dus meestal in het midden van het bed. Ik ook, kom. Maar als mijn zoontje er is, dan... Oh, ik ben vader trouwens, ik weet niet. Oh, leuk. Ja, ik ben moeder. Oké, nou. Vader en moeder. Ja, hoi, prima. Vader. Hallo, moeder. Nee, het is echt... Moe en pa. Ja. Hey. Zoontje, dochtertje. Ik heb een dochter. Anouk heet ze. Van 8. Oké, ik heb een zoontje die heet Jason en die is ook 8. Oh, wat leuk! Ik heb foto's ook bij me, dus dan... Ik ook. Oké, leuk. Ja. Vaders en moeders gaan lekker van start. Bij de buren loopt het ook al dagen hartstikke goed. Behalve dan op dat ene toch wel cruciale vlak. Fysiek contact. We zijn wel geteld 1 onhandige en iets wat ongewenste zoen verder. Maar Xavier blijft zoeken naar zijn kans. Ik denk zo. En dan... Of jij zo. Ik moet en dan ik zo. Ja, oké.
Oké, je bent serieus. Sorry, ik kan niet zo serieus blijven als ik je aankijk. Is makkelijker. Volgens mij vind ik het nog steeds te gênant. Ik vind je heel erg leuk. Ja, I think I'm gonna hide now. Bye. Nou, op de 24 uur dan. Op 24, minimaal 24 uur. Zeker. Gaan we wel vanuit, toch? Ja. Ja, mag dat, hè? Het is... Van langer gaan we gewoon uit. Ja, we gaan van langer uit. We gaan gewoon 5 dagen volhouden. Dus ja. Dan. Hoe lang ben je eigenlijk? 1,92. Oh, heerlijk. Kom, we gaan even je kaarsjes pakken. Ik ga ze pakken. Oh, ja. Ik heb dat zakje niet eens uitgepakt van je. Oh, dat vind ik echt ongeïnteresseerd. Oh, wat lekker. Oh, lekker gedoet gedaan. Ja. Wat gaan we vanavond eten? Ja, daar zit ik dus ook over na te denken. Sowieso spruitjes niet. Dat is lekker, man. Nee. Spruitjes heb ik heel lang niet meer op. Nou, gelukkig, als ik bijvoorbeeld weg ben... en mijn ouders zijn dan en die... of wat dan ook, en die eten dan lekker spruitjes. Die gaan lekker aas koken en wat ik niet eet. Woon je nog steeds bij je ouders? Ja. Ik kan dus niet bij jou komen eten. Oh ja, mijn ouders zijn heel makkelijk. Ja, dat is natuurlijk wel altijd met je ouders. Ja, ik had het anders graag gezien. Maar ja, ik heb een beetje tegenslagen gehad. Ja. 2015 heb ik een aardige beenbreuk opgelopen. Zo? Waardoor ik 2-3 maanden met een rolstoel bezig was. En 8 maanden weer kon werken. Alleen op dat moment werkte ik onder een 0-urencontract. Dus dan krijg je een uitkering van 0 en... Ja, je raakt iets in de schulden. Het is best duur, huur in Veenendaal. Ja, om dat in je eentje te doen, ja, dat kan ik gewoon niet. Ja, dat zou wel kunnen. Alleen dan is het geen voetbal meer, geen darten meer, geen leuke dingen meer doen met je zoontje. Dan moet je dat darten en zo laten. Dat vind jij dus eigenlijk belangrijker als je eigen stem. Dat niet. Maar het is gewoon ook je sociale contacten. Alleen de leuke dingetjes met je zoontje. Dus de dag is weg, kan je gewoon niet meer doen. Hm. Ja. Ja, tegenvalletje. Ja, ik vind dat wel jammer, zeg ik eerlijk. Ja, maar. Ja. Ja. Deze zag Esme niet aankomen. Maar Jamie die laatste zoenpoging van Xavier wel. En weer dook ze weg. Terwijl ze toch echt wel een beetje verliefd lijkt te worden op haar date. Nu is zoenen natuurlijk totaal niet verplicht. Maar wat zou haar tegenhouden? Volgens mij zit je in je hoofd een beetje af te wegen van... ik wil wel veel vragen, maar durf ik het wel? Ja, dat ja. Dit is iets te... persoonlijks? Kinky. Nou wil ik het gewoon eigenlijk weten. Nou heb je me heel nieuwsgierig gemaakt. Ja, nou... Ik weet dat jij een soort van met je jeep bent. Ja, oké, okay, ja. Hoe bekijk jij... dat durf ik niet te zeggen. Weet je waar ik heen ga? In grove lijnen, ja. Ja, het heeft iets te maken met een emmertje. En als je... maar dan andersom gedraaid. Zo bedoel je. Ja, en ik vroeg me dus af, hoe sta jij daarin? Ik ben geen maagd. Aan de ene kant lijkt me wel leuk. Ik kan eerlijk zeggen, ik heb er wel vaak over gefantaseerd en zo. Goed antwoord. Ja. Oké. Okay. Het is alleen nog zo van, ja, ik weet nog niet met wie of wanneer. Ik heb nou wel een beetje een idee van. Oké, we gaan naar huis. Morgen, Sebastiaan blijft maar goede dingen zeggen. Ik maak overal een bende van. Ja, bijvoorbeeld ook op het toilet. Helemaal anders spetteren. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. En ik heb een hekel om zitten te gaan plassen.
waar je staat. Ik ga op het knietje zitten. Op je knieën? Ja. Is dat iets raars of zo?